We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de meteorologische dienst Suriname, die geldig is voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. In de nachtelijke uren is er ook kans op plaatselijke buien, zowel in het kustgebied als in het binnenland. Tegen het einde van de nacht ontstaat er plaatselijk nevel of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. In de middaguren tot vooravond kunnen langs de kust en delen van het binnenland lichte tot lokaal matige buien vallen, mogelijk gepaardgaand met onweer en windstoten. Kans op een plaatselijke lokaal zware bui is niet uitgesloten. De meteorologische dienst waarschuwt dat er morgen kans is op windstoten. Dat waren de binnenlandse berichten. Blijft u afgestemd voor het buitenlands nieuws.